Hey jongens, de maand van iedere dag een video zit er bijna op. Er zijn nog 2 dagen over in deze maand. En wat jullie misschien is opgevallen is dat vorige week zondag er geen video online is gekomen. Die was gewoon geüpload, maar ik had hem niet ingepland. Dus die hebben we gemist. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, morgen komt er ook geen video online. Voor alle mensen die ook iets creatiefs doen, soms moet je gewoon je flow pakken. En ik ben de laatste paar dagen heel hard aan het tekenen geweest, zodat er nieuwe prints online kunnen komen. En je moet de inspiratie grabben als die er is. Ik zal jullie even laten zien. Ik heb er eentje die nu in de lijst zit. Ik had de lijst gekocht om foto's in te maken. Dit is... Het zijn allemaal tarotkaarten. Dit is de Tower, dit is een vuurtoren. Ik heb een mogelijk ongegronde affectie voor vuurtorens. En de andere zijn de Moon. En wat is het? Pentakels. 3 pentakels. Dit is een soort van gotische kathedraal. En ik ga straks verder met een volgende. Daar ga ik een video van maken trouwens. Het soort van creatieve proces. Maar ik ga jullie even updaten over wat het plan is voor volgende maand. En zoals jullie weten veranderen plannen ineens. Ik dacht eerst, ik ga gewoon verder met 7 video's per week. En nu merk ik, want ik heb de afgelopen 3 weken alleen maar gefilmd en geëdit en eigenlijk niks gemaakt tot van de week dus. En er moet een soort balans zijn. Ik vind balans en dat soort dingen vind ik altijd heel moeilijk. Maar ik had jullie op in de Instagram stories gevraagd willen jullie 5 of 3 video's per week? 79% heeft 3 video's gezegd. Dus het worden 3 video's. Ik luister heel braaf naar jullie. Dat had ik gevraagd als je 5 video's wilde, wanneer je ze dan wilde. Dit is wel grappig. Want toen heeft het grootste deel gevraagd, of gezegd woensdag tot en met zondag. In plaats van maandag tot en met vrijdag. Maar we gaan dus niet voor de 5, maar voor de 3. Toen was mijn vraag maandag, woensdag en vrijdag. Of vrijdag, zaterdag en zondag. En het overgrote merendeel van jullie wilde maandag, woensdag en vrijdag. Dus dat gaan we doen. Ik heb echt al 1,5 week vooruit gepland en weet ik veel wat. Er komt morgen dus geen video online. Maandag weer wel. Maar dat is dan meteen ook de maandag van de nieuwe planning. En als jullie dit zien staan de prints online. Ze zijn dan mogelijk onderweg naar de drukker. Maar je kunt ze al wel bestellen. Dus doe dat zeker. En als er nog andere tarotkaarten zijn die jullie graag zouden willen zien. Of je hebt een andere inspo. Laat het me zeker weten. Was er nog iets wat ik wilde zeggen? Ik vond het super leuk om zoveel video's te maken. Het heeft me ook uit een soort van rut gesleurd omdat het dan moet. Niet dat het echt moet, maar ik heb mezelf beloofd en een mooie planning gemaakt. En dan wil ik me ook aan mijn mooie planning houden. Dus ik wil eigenlijk zo'n soort planning gaan maken. Ook voor andere dingen. Een soort van weekoverzicht met dat ik bijvoorbeeld op maandag alles ga filmen. Op vrijdag alles ga editen, zeg maar om voor de week daarna. Dat het gewoon klaar staat en ik er niet meer over na hoef te denken. En dan dinsdag, woensdag en donderdag dingen kan maken. En online kan zetten. Misschien moet ik dan maandag filmen, dinsdag editen. En woensdag, donderdag en vrijdag dingen maken. Want ik was heel structureel bezig met braaf iedere week nieuwe producten online zetten. Wat daarmee gebeurd is, weet ik ook niet. Maar als ik dit film is het dus vrijdag. En vandaag komen er weer nieuwe dingen online. Dus ga zeker even naar de webshop. De link staat altijd in de beschrijving. om te zien wat er online is gekomen. En dan het laatste waar ik het nog over wilde hebben. Ik wil graag aanmaken dat je lid kunt worden van dit YouTube kanaal. En niet als in dat je geabonneerd bent. Maar wat jullie misschien wel bij andere kanalen hebben gezien, dat je lid kunt worden. En dat voor een kleine bijdrage je extra content krijgt. Of behind the scenes dingen. Of dat soort dingen. Live chats, weet ik veel wat. Ik ga dat ergens komende week aanmaken. En dan hoop ik dat jullie lid willen worden. Zodat we dit kunnen blijven doen. Want YouTube betaalt niet zoveel. Tenzij je heel veel subscribers hebt. Dus dat ook even doen. En kijken en zo. Maar wat natuurlijk minstens zo leuk is, is als je naar de webshop gaat en iets koopt. Omdat support via die route natuurlijk zieke gratification is. Maar mocht je daar interesse in hebben, laat me dan hieronder ook even weten wat voor perks jou leuk lijken. Met verschillende tiers, zeg maar. Dat bijvoorbeeld bij 2 euro je dit en dit en dit krijgt. Bij 5 euro dit en dit. Bij 10 euro dit. En, ik wou zeggen bij 100 euro. Ik weet niet of iemand zo gek is om 100 euro maandelijks over te maken naar mij. Maar het mag altijd. Laat me weten wat voor perks je leuk zou vinden. En dan ga ik daarmee aan de slag. Ik ga dit zo meteen opschrijven in mijn planner. En dan zie ik jullie maandag.